Dubbel 4 mag ik dadelijk nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo, nou nog een keer. Ho, ho, Jaap Kooijman. Je gaat één te ver, eentje terug. Je zit in de put. Helemaal niet, ik had 8. Ja, daarom net, Jaap. Kijk, je stond op die gans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In de put. Nou ja, maakt niet uit. Mag tot nog. Nee, helemaal niet. Je moet nou een beurt overslaan. Gezellig zijn jullie. Hier die stenen, ik ben. 4 en 3, dat is 12. Nee, Simon, dat is 7. 4 keer 3 is 12 hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hé, ook in de put. Gezellig, Jacobus, met z'n tweetjes. Noem dat maar gezellig. Het is dat tegen dan. Ik zit de hele week in de put. Ik zou niet anders willen. Zo, een straalvliegtuig. Nou, ik ben blij dat ik er niet in zit. Durf jij niet te vliegen dan? Nee, daar is hij als de dood voor. Toen ome Leo overkwam uit Australië, durfde ik niet eens mee naar Schiphol. Dat heeft niks met durven te maken. Ik ben tegen vliegen uit principe. Als onze liever had gewild dat wij konden vliegen, had hij ons wel vleugels gegeven. Ik heb altijd piloot willen worden, maar ja, ik vond het wel een beetje zonde van mijn opleiding. Ja, en nou vliegt hij niet door de lucht, maar nou kruipt hij onder de grond. Jullie zitten in de put, ik ben. Trouwens, Jacobus, ik ga op woensdag naar Feyenoord Göteborg voor de Europa Cup. Hij wel, het is hartstikke uitverkocht. Nee, dat is nog kaart, hè? Maar het is toch op de televisie? Ga je toch niet in de regen staan? Nou, er gaat niks boven er echt bij zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga het morgen nacht in de rij leggen bij sigarenmagazijn De Vries. Ja, ben ik woensdagochtend de eerste, je krijgt 2 kaarten de man. Simon, jij bent een echte vriend. Nee, ik ga niet met jou, ik ga met Huib Scholten. Hé? Je moet aan mijn toekomst denken, je koopt promotie. Promotie, gaat dat tegenwoordig boven vriendschap? Tuurlijk. Jaap, gooien. Ik schijt er mee uit. Ik ga niet zitten ganzenborden met een hondenkruip. Hoor ik wel. Feyenoord, Göteborg. Ik zou er niet eens naartoe willen. Ze leggen er natuurlijk gelijk uit. Bootwerkersclub. Geef mij Sparta maar. Die hebben tenminste standing. De kasteelheren. Het woord zegt het al. Sparta is toch niet van Zuid, ja? Nou en? Ze zijn van Spangen. Dat is er ook Rotterdam. Nou, zo'n hele nette buurt, hoor, Spangen. Da Costa-straat, Buskenhuwetstraat, Nicolaas Beetstraat. Dat zijn allemaal hele goede componisten, hoor. En trouwens, dat Europa Cup gedoe, dat heeft toch helemaal geen toekomst. Dat gaat hij voor in de rij leggen. Bij ons in Emma Compassium had je altijd de veengevechten. Het hoogveen tegen het laagveen was ook nooit een kaartje voor te krijgen. Veengevechten? Ja, daar moest je op een balk staan en dan bekogelden ze elkaar met veenpollen. En wie er het eerst af wil, die had verloren. Lekker fris. 1, 2, 3, 4. Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd, Nel. Doe mij maar een biertje. Op maandag? Nou, vooruit dan maar. Nemen wij een lekker advocaatje. Help je even, zus? Tuurlijk, Nel. Zo, stokvis. Hier wel mijn bier op gaan zitten drinken, maar mij meenemen naar de Kuipers er niet bij. Ja, promotie, joh. Ik wil ook wel eens vooraan staan in de scheprij. Ik krijg nou de hele dag die stront in mijn gezicht. Zo, Koemoelijn, man, dat ziet er allemaal aardig uit. Maar ik kan beter bij Circus Bottini gaan voetballen. Schijn dat toch uit, Jaap. Gewoon de beste linksbuiten van Nederland. Oh ja? Nou, ga mijn Beb Saal maar, van Sparta. Beb Saal? Ja. Feyenoord heeft morgen geen schijn van kans met die Pieter Schaafland in de kool. Nou, ze hebben daar in Göteborg met 3-0 gewonnen. Nou, toen heeft hij de wedstrijd voor ze gered, hoor. Dat is tactiek van die Zweden, jongen. Die verliezen altijd thuis en dan slaan ze uit toe. Feyenoord maakt morgen een hele goede kans. Geloof mij nou maar. Nou, ik hoef er niet naartoe. Nou, je kent er niet naartoe, want het is hartstikke uitverkocht. Ik had 2 kaartjes, jongen. Ik heb overal mijn relaties. 2 Maastribunes. Ik heb ze weggegeven. Dat is niet helemaal goed. Ik heb de zwarte markt zo 10 gulden voor krijgen. Doe toch niet zo materialistisch. Laten we trouwens eens over iets belangrijkers hebben. Wat is nou voetbal? Jodium voor het volk. Hé, meneer Harmsen? Ik zeg net tegen de jongens hier. Ik zeg, nou, plaats dat de mensen nou eens een goed boek lezen. Nee, gaan ze met 65.000 naar het voetballen zitten kijken. Wat een flauwekul. Een flauwekul? Koeiba. De edele voetbalsport is een onmisbare schakel in ons maatschappelijk bestel. Dat wel, natuurlijk. De schoonheid van het spel bezorgt menig in de gelukkigste momenten van zijn bestaan. Zoals de dichter zingt. Ga je mee naar het stadion? Naar de ploeg van rood en wit? Je zoekt een plaatsje in de zon. Waar je zo gezellig zit. Zo, dat is een mooi gedicht, meneer Harmsen.
Jaapie Valkhoff, Jaap, daar heb jij natuurlijk nog nooit van gehoord. Nee, Jaap leest alleen maar Vondel. Ik ben zelf trouwens een enthousiast beoefenaar. Elke zondag kun je mij aanschouwen als ik onder de lat sta bij de veteranen van VOC. Oh, dan kom ik gauw een keertje kijken, meneer Arns. Als ik het bruine monster dan opklem, dan voelt ze het met een enorme knal het veld weer in te schieten. Liefkoos ik het altijd een beetje. U kan zeker heel ver uitschieten, hè, meneer Arns. Ja, en hoog, kooi, maar een hoog. Vorige week, bij de koninklijke HFC. Ik schiet uit, de bal keert terug op aarde en er ligt een laagje sneeuw op. Ja, niet te geloven. Morgenavond schijnt er trouwens een alleraardigste wedstrijd te zijn van Feyenoord voor de Europa Cup. Ik begrijp alleen niet wat de mensen dan kunnen zien, zo in het donker. Lichtmasten, meneer Hauser. Ze spelen bij lamplicht. Ja, dat schijnt dan zo op het veld. Werkelijk. Oh, dat zou ik nog graag eens een keer mee willen maken. Helaas, meneer Hamsen, stijf uitgekocht, geen kaartje meer te krijgen. Ja, wat jammer nou, daar had ik een lief ding voor over gehad. Spech, Jaap, dat je die kaartjes hebt weggegeven. Had je een hele goede beurt mee kunnen maken. Dat heeft Jaap toch helemaal niet nodig, Karel? Je maakt me onmisbaar achter het stuur. Oh, dus het is geen slijmen wat hij doet? Nee, hij is gewoon aardig. Alleen nooit tegen ons. Alsjeblieft, lekker warm opdrinken, slaap je goed. Hier, Onel, het wordt toch tegenwoordig steeds gekker met dat voetballen. Nou staat er ook al een hele voorbeschouwing in de krant. Het is er de Zweedse rasatleten alles aan gelegen wraak te nemen voor de smadelijke 3-0 nederlaag van 2 weken geleden. Jen Vlietstra, zou zo'n man nou niks beters te doen hebben? Japio. Hi, Nel. Adisim. Kom je doen? Nou, zou maar een beetje aardiger tegen mij wezen, want Huib Scholten die belde net. Hij kan niet mee morgenavond, hij moet afzwemmen. Simon, ouwe vriend, nou kan ik met je mee. Nou, zus, waarom niet? Dus wou ik Nel eigenlijk vragen? Nou, mij niet gezien hoor. Ik ga lekker boven bij zus naar de tv kijken. Geintje, ja, natuurlijk ga ik met jou. Nou ken ik je weer. Jij mag toch wel in je handen knijpen met zo'n vriend, hè? Simon, je bent een schat. Dat rustte. Simon, het wordt een geweldige wedstrijd. Moet je eens even kijken. Er staat een hele voorbeschouwing in de krant. Van Jan Vlietstra. Nou, daar is die weken mee bezig geweest. Die man, die kende wat van, hoor. Zeker weten, Jaap, zeker weten. Nou, ik ben naar de Groene Hele Dijk. Weet ik zeker dat ik morgenochtend de eerste ben. Simon, dit zal ik nooit vergeten. Jij gaat een nacht lang de koude trottoirtegels leggen te trotseren dat jij dat voor mij over hebt. Jaap, voor nou en nog eens. Hoewel. Waarom ga jij er eigenlijk niet leggen? Simon, getal onder de 10. Oké, 6, 7, net niet. Goedemorgen, mannen. Ja, komt u maar. En niet dringen, heren, en u weet het, 2 plaatsen de man. Goedemorgen, heer De Vries. Doet u mij maar 2 keer vak S graag. Simon! Ja, Pio! Heb je ze? Jazeker, enkel ze kosten een gulden het stuk, Jaap, omdat het Europa Cup is. Nou, het moet toch niet veel gekker worden, hoor. Maak het uit, Simon, we staan natuurlijk koninklijk. Ja, enkel de volgende keer ga jij maar in de rij leggen, hoor. Die De Vries mocht geen deze tandenborstel gebruiken. Heb ik rekening mee gehouden, Simon, heb ik rekening mee gehouden. Kijk eens even, een overheerlijk peperen muntje. Ja, jawel, ja. Jou niet, hoor.
Liep de hele dag uit mijn aas te meuren. Worden mijn collega's echt gek van, hoor. Ja, ze hebben heel streng in de Rio. Zal ik die kaartjes maar bewaren, anders dan worden ze maar nat. Dat ging wel goed. Nee, als het een blaf. Heel verstandig, Simon, heel verstandig. Ik ga dus naar mijn karwei. Achterop? Nee, nee, nee. Ik ben erop. Onderuit, man, nu! Ja, nog vanmiddag, hè? Maar het is toch de koenlijke Nederlandse voetbal, hoor. Maar dan moet jij toch wel aan kaartjes kunnen komen. Nou, dat valt me dan erg van je tegen, Benno. Ja, afhaal, doe de groeten aan jullie. Als hij maar niet denkt dat ik ooit nog met hem ga jagen. Die van Lippe Pisterveld. Dat wat nou weer, daar binnen. Goedemiddag, meneer Harmsen. Goedemiddag, mooie man. Wat kan ik voor je betekenen? Nou, ik denk dat ik wat voor u kan betekenen, meneer Harmsen. Kijk u eens eventjes. Twee prachtige staanplaatsen voor vanavond. Het is niet waar. Ja, toen ik merkte gisteren hoe graag dat u er naartoe ging, heb ik even wat relaties gebeld die ik heb in de top van Feyenoord. En wou ik u uitnodigen dat we gezellig met z'n tweetjes gaan? Koeman, ik heb jou toch altijd onderschat. Ik zit nu naar binnen de hele ochtend al te bellen. Als je maar de juiste mensen kent, meneer Harms, dat is een fluitje van een cent. Dan sta ik vanavond om 7 uur bij jou voor de deur met de wagen. Maken we er een fijne avond van. Heel goed, meneer Harms. Mooi. Ah, dan kijk ik dan maar weer. Ja, graag, meneer Harms. Wat nou weer? Daar binnen! Ja? Hand in hand, de carbonade, hand in hand. Verfijnde thee! Gaat zitten. Jij krijgt mijn boterham. Ja. Is er aan de hand? Simon, ik moet jou wat bekennen. Ik ben onze kaartjes verloren. Huh? Ja. Ze moeten uit mijn zak zijn gewaaid op de brommer, ik weet het ook niet. Of op de bus dat ik ben gerold of zo, kan ze nergens meer vinden. Nou ja, daar ben ik niet blij mee. Nee, het spijt mij ook verschrikkelijk, Simon. En vooral naar wat jij er allemaal voor hebt over gehad. Dat mag ik wel zeggen, ja. De stoeptegels staan nog in mijn rug. Koeman, dat is nou vervelend. Dat Kieboom belde net. Jij moet vanwege de grote voetbaldrukte vanavond de dienst naar de heiplaat overnemen. Ja, toch? En net nou jij die kaartjes voor ons, voor Feyenoord, geregeld had. Maar, niet getreurd, Koeman. Dan ga ik gewoon met moeder. Die zit met dat eczeem. Vriendje Stokvis, heb jij misschien zin om vanavond mee te gaan? Ik nodig je graag uit. Nou, meneer Harms, heel graag. Ja, ik heb er zelf natuurlijk voor alles aan gedaan, hè, om aan kaartjes te komen. Maar ja, het was stijf uitverkocht. De Koeman had ze van een relatie in de top van Feyenoord. Maar hij vindt het vast niet erg als ik met jou ga. Hè, Koeman? Nee. Het is tenslotte weer je beste vriend. Heb je toch nog een beetje het gevoel dat je erbij bent? Dat wel, natuurlijk. Eet even verder af bij mij op kantoor, vriendje Stokvis. Dan kunnen we even bespreken hoe we de avond indelen. Heel graag, meneer Harms, heel graag. Jo, Jacobus, ik wist helemaal niet dat ik in de top van Feyenoord zat. Huh.
naar de ploeg van rood en wit. Nel, dat moet mij weer overkomen. Ga ik nog even snel boodschappen doen voor de HC, had ik zien beloofd. Vergeet ik helemaal uien te kopen. En nou zijn de winkels dicht. Ik zal even kijken, maar ik denk het niet hoor. En druk dat het was op de Groene Hele Dijk. Iedereen heeft het over de wedstrijd van vanavond. Spannend hè, ze nou maar winnen. Ik heb er nog één. Gat, wat vervelend nou. En Simon die rekent erop. Hé, hey, meiden. Gaat die zien? Sim, het is heel erg, maar er is geen HC vanavond. Maak ik toch lekker wentelteefjes. Wentelteefjes, ik moet er niet aan denken. En daar ben jij zo gek op. Nou, ik ga vanavond dineren in het Witte Paard. Hé? Met meneer Harmsen. Hij betaalt. En daarna gaan meneer Harmsen en ik gezellig naar de Kuip. Je ging toch met ja? Ja, inderdaad, Nel, maar die ken niet, want die moet overwerken. Ach, wat vervelend nou voor hem. En heeft hij nou zijn kaartje aan meneer Harmsen gegeven? Zo zou je het kennen noemen, ja. Ja. Komt hij natuurlijk ook niet thuis eten. Blijf ik zitten met het heerlijke draadjesvlees. Nou, dan eet ik toch gezellig bij jou. Kom je daarna bij mij tv kijken? Oh ja, gezellig. Nou meiden, ik ben even naar boven mijn toetertje pakken, want meneer Harmsen kan elk moment voor de deur staan. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Neem jij de aardappels mee, zus? Zeg, nou, vind je het niet een heel klein beetje egoïstisch van Sim dat hij nou zonder Jaap gaat? Nee. En nou kan Jaap toch een hele goede beurt maken bij meneer Harmsen? Nou meid, schep me lekker op hoor. En ik heb voor vanavond een hele grote zak olienoten. Voor bij de tv. Kunnen we lekker pellen. Oh, maar daar moet je heel erg mee uitkijken, hoor, Nel. Want als het spannend wordt, kun je je daar behoorlijk in verslikken. Dat is mij ook een keer gebeurd. Zeker bij de veengevechten. Zelf bij kon zijn. Ja, meneer Harms is je nou natuurlijk voor eeuwig dankbaar, hè Jaap? Ik heb nog een hele grote zak olienoten voor bij de tv. Kom je nog even naar boven? Ga naar bed, ik moet morgen weer vroeg op. Dat rusten. Hand in hand! Koeiman, cheer up! De onze hebben gewonnen! Een grootse victorie! We hebben een geweldige avond gehad en dat heb ik allemaal aan jou te danken. Ja, ja, dat is zo. Ja, mevrouw Koeiman, dankzij de relaties van uw man in de top van Feyenoord hebben wij een plaats bewezen in de wacht kunnen slepen. Maar laat mij dan toch in ieder geval de kosten royaal vergoeden, Koeiman. Voilà, één Rijksdaalder. Laat die twee kaartjes maar zetten. Die kaartjes die waren van mij. Werkelijk? Maar Koeiman is mij persoonlijk op kantoor komen overhandigen. Ik dacht dat ze van hem waren. Ja, dat dacht hij zelf ook. Hoe dan ook, het was een geweldige avond. Zoals wij daar stonden, tussen al die gewone mensen. Enig. Ja, ik moet er nu maar weer vandoor. Moeder zit op mij te wachten. Ik moet haar been nog even inzalven. En jij komt zaterdagavond
mijn safari-dia's bekijken, hè, Simon? Zeker weten, Tom. Mevrouw, tot genoegen. Dag, meneer Harmsen. Leuke gozer, die Tom. Ah, ja, maar wou je nog promotie geven, joh? Groepchef of zo, maar... Heb ik me uit zijn hoofd weten te praten, hoor. Ik zeg, ja, dat is een geboren chauffeur, die hoort achter het stuur. Begrijp ik het nou goed, Jaap? Heb jij nou gewoon die kaartjes van Simon ingepikt? Om in een goed blaadje te komen bij meneer Harmsen? Wel te rusten. Kooijman. Goedemiddag, meneer Harmsen. Ik hoorde net over de radio dat Feyenoord voor de volgende ronde heeft geloot tegen Tatum Hatspa. En nou wilde ik Simon uitnodigen om met het vliegtuig naar de uitwedstrijd in Londen te gaan. Heb jij misschien zijn telefoonnummer? Ja, natuurlijk, meneer Harmsen. Nou? 77082. Dank je. En maar, meneer Harmsen. Simon durft absoluut niet te vliegen, hoor. Werkelijk? Nee, is hij eerst de dood voor. Nou, dan gaan we met de boot. GELACH